Nou, we gaan de Dam tot Damloop lopen. Lopen? Nee, ja, rennen. Een stukje. We gaan hem niet helemaal doen. Maar de rest toch wel? Ja, de rest van Amsterdam wel. Ja. Nee, wij gaan gewoon een stukje doen. We zijn allemaal doodzenuwachtig. Heel spannend, want we draaien nu de scènes dat Adam en Eva en heel veel andere karakters mee gaan doen aan de Dam tot Damloop. Adam en Eva op z'n best, maar het is niet zo, als het niet goed gaat, dat we tegen iedereen kunnen zeggen, kom maar weer terug naar de start. Dus, ik vind het best spannend, maar we zijn met drie ploegen en er is nog een helikopter in de lucht die ook shots voor ons gaat maken. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Lopen ze hem uit of lopen ze niet uit? Adam heeft wel getraind, maar Eva niet. Dat in het verhaal dan. Wat is de tekst? Er is veel meer tekst dan ik, ik realiseer. Wij moeten een vak 6. Als het om de productie gaat, dan... Nou, iemand heeft in ieder geval de tijd tekort. Tekort. Dit zit onder stress, thuis moet van alles gebeuren. En dat maakt dat het altijd heel erg druk is. Dus klein advies, geen gezin begin. Ik ben een beetje verslaafd aan de stress, dat is een beetje het probleem. Als ik terugkijk, dan zijn we misschien maar twee keer dat we langer door zijn gegaan dan we hadden. En elke dag denk ik weer, shit, we gaan het niet halen. Oh, als we het maar gaan halen. Op een of andere manier heb ik altijd in mijn hoofd tijd tekort en in de werkelijkheid genoeg tijd. Het ritme wat een 9-to-5 job je geeft, elke dag, elke week, elke maand, hoe lang je er werkt, dat moet je volgens mij hier echt zelf zoeken. Waardoor denk ik ook veel mensen op yoga zitten. Ik niet. En we zijn weg met de Dam tot Damloop. Mag ik jullie handjes zien? Wat we dus net gedraaid hebben, wat heel grappig was, omdat alle echte Dam tot Damlopers mij nogal een uitsloven vonden. Omdat ik ineens iedereen zich zag aan het voorbij sprinten. Om toen ook uit de rij te rennen. En toen hoorde ik omheen, zie je wel. Zo van, hardlopers zijn doodlopers. Wat heel erg opvalt bij mij, maar ook bij figuranten, is dat er een hele rustige, relaxe sfeer heerst. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor op de set ook, naar andere mensen toe die voor het eerst op zo'n set rondlopen, dat de sfeer gewoon heel relaxed is. Dat is het ook wel hoor. We hebben het wel onder controle, maar er is niet een moment van uitrusten. Als je bij een licht opbouwen, ja, ik rook niet meer, maar toen ik nog rookte ging je een sigaretje roken, had je gewoon even 10 minuten. Even niemand in je kop. En dat is hier eigenlijk nooit. We zijn aangekomen bij onze laatste locatie voor vandaag. En we gaan het laatste shot, een crane shot doen. Dat Adam en Eva ontsnappen. Met z'n tweetjes. Volgens mij beginnen we op onze voeten. Gaat die crane helemaal omhoog. En die kan helemaal zo 1000 meter de lucht in geloof ik. En dan zie je heel dit akkerland. It's a wrap.